We zitten nog steeds in Wapenveld, onder Zwolle, camperplaats te Scheershoeven. Geweldige plek en we gaan nu de omgeving verkennen. Alles op Zwolle, hè? Lijkt wel een gevangenis. Het is prachtig weer, nog wel een beetje frisjes en we gaan met onze splinternieuwe vouwfietsen. Nieuwe accu's erop, nou kan het echt niet meer misgaan. We doen een knooppuntenroute. Ik had de GPS-file gedownload van de knooppuntenroute en ik stop dat in de app Komoot. En zo kunnen we ontspannen fietsen. En het eerste wat we zien is de IJssel. Aan de overkant van de IJssel ligt Weijen. Daar komen we zo meteen terug uit. We gaan eerst nog een beetje die kant op. Komen we in Olst. Gaan we naar de steenfabriek kijken. Van opa en oma steenfabriek. Zo heette die. De steenfabriek bestaat niet meer. Henk Vorden was dat. Maar we gaan toch een kijkje nemen. Een beetje nostalgie. En dan komen we aan de andere kant van de IJssel zo in Weijen weer terug. En dan komen we hier weer uit. En dan gaan we weer terug. We komen aan bij Veessen. Bij de Mulle van Bats. De molen van Bats. En Bats is Bats Langevoort, de laatste molenaar van deze molen. Die molen die ligt bij de Kozakkenhaven. In 1813... Aan het einde van Napoleon hebben de Fransen helemaal tot aan hier weggejaagd. Hier heb je zo'n kozak. Er ligt ook een camperplaats bij. Ik heb geen camper gezien, maar het is een hele mooie plek. Dit is de Tolbrug. Genoemd naar het tolhuis dat hier vroeger stond. En je ziet dat deze brug, die is verhoogd aangelegd. En niet alleen de brug, die is verhoogd. Ook deze hoogspanningsmasten staan ver boven de grond. Bij hoogwater van de IJssel komt dit ook allemaal onder water te staan. Als je met de camper deze pont afrijdt, denk dan aan de achterbumper. Je zou hem maar zo kwijt kunnen raken. En dan zie ik een heel bekend gezicht. Ik moest even denken, maar het is Rob Harmeling. Ex-wielrenner. Heeft een etappe in de Tour de France gewonnen 30 jaar geleden. Geweldig. Hier stond vroeger een steenfabriek. Steenfabriek Henk Vorde. Daar werkte en daar woonden mijn oma en opa. Die steenfabriek die staat er al lang niet meer. Maar hier heb je nog een oude foto. Links zie je een huis, daar woonden ze aan de linkerkant. En aan de rechterkant daar woonde de familie Tuinier, de baas van de steenfabriek. Dit is nog een restant van een oven. Deze foto's komen nog uit het archief van mijn broer Jan. Dit is de steenfabriek en hier zie je links opa, rechts oma, mijn moeder, mijn broer Jan en ik. Dit is ook een restant, een ingegraven tank, alleen de koepel die steekt er nog bovenuit. Dit is een restant van de IJsselinie. Wil je nog meer weten over de IJsselinie? Zeer interessant. Dan kun je terecht bij Kasteel De Haren. En die zie je hier op de achtergrond. Dit is een ander kasteel, kasteel Groot Hoenlo.
Hier heeft ook Harry Mulisch nog een tijdje gewoond. We fietsen weer terug richting Weijen en gaan daar met het pontje weer naar de andere kant. En zo komen we weer terug op de camperplaats in Wapenveld. En wat is het hier toch prachtig mooi. Wat een ruimte. Het waren 45 kilometers over een fantastisch mooi gebied. Veel grond hier, veel ruimte, veel water, veel vogels. Verschillende soorten vogels. Dat is gewoon geweldig. We hebben maar iets van 14 kilometer gemiddeld per uur gereden. Nou, dat is voor een ex-fietser is dat natuurlijk helemaal niks. Maar we hebben overal gestopt en gefilmd. Het was de moeite waard. En we hebben nu een Hertog Jan. En die fietst er ook wel in. En jij hebt een cranberry sap, Tom. Die fietst er ook wel in. Ja. We vragen aan Chantal, de eigenaar van de camperplaats, of we pas morgenmiddag mogen vertrekken. En dat was geen enkel probleem van Chantal. We gaan namelijk naar Hattem met de fiets. We waren al eerder in Hattem. En voor ons is Hattem een van de mooiste stadjes van Nederland. Er is van alles te zien. Het Anton Pieck Museum, het Voerman Museum, het Bakkerij Museum. Prachtige mooie gevels, mooie kerken. En wat ook heel erg belangrijk is, een prachtig mooi terras. Voor het eerst dit jaar zitten we buiten op een terras. Mooi Hattem. In de zon. Weinig meer. Grand Café Banca aan de markt in Hattem. Tegenover het café daar heb je de grote of de Andreaskerk. Aan de Ridderstraat in dit poortje heb je nog straatpoëzie. Er wordt gerefereerd aan de schilder Jan Voerman, die heeft het grootste gedeelte van zijn leven in Hattem gewerkt. Hoe Nederlands wil je het hebben? We fietsen weer terug over de Veluwe. Een hele mooie route. Ik kan het niet laten, ik moet het even laten zien, maar deze fiets met zijn kleine bandjes, erg stabiel hoor. Op de camperplaats wordt er alweer hard gewerkt door Chantal en haar zoontje Tycho. Bijna 3 uur in de middag hebben we afscheid genomen van Chantal en haar zoontje, die rijdt hier op de trekker. Het waren mooie 2 dagen, lijkt mij. We gaan naar huis, binnendoor. Ik wil geen snelwegen voorlopig zien.